Hallo mensen, vandaag gaan Tristan en ik, ja, wij runnen het kanaal TD Gaming. En ja, wij gaan vandaag tegen elkaar FIFA spelen. En we maken ook Fortnite video's. Fortnite, ja. Ik ga... Nou, doe gewoon een normale club. Liverpool, nee. Ja, maar ik ben voor daar moet ik geen uitspraken over doen. Ik ga City kiezen. Oh, wow. Dat de WD United fans in de chat zijn en zo. En dingen. Wat doe je nou? Bro. Wat doe je nou? Jij moest klikken. Maat, wat doe je? Goed. Gozer, ik proef Kirk. Ja, dit snap ik allemaal wel. Kamavinga. Nou, nou, dit vind ik leuk. Kamavinga. Rood is van. Benzema speelt hij nu nog. Wie is dit dan? Robert. Ja, teleporten voor John Stones. Ja, nee, hey, John Stones voor de win, hè? Dat hebben we vorige keer. Dat had je op spit gezet. Ja. Ja, nee, Tristan en ik hebben vroeger ook FIFA gedaan. Nou, vroeger, een half jaar geleden of zo. Ja, toen zette ik voor de grap John Stones in de spits. En toen maakte hij de winnende goal voor mij. Dat was wel leuk op zich. Nee, voor mij. Nee, ik was toch City toen? Nee, jij was... Nee, ik was City. Oh ja, maar daarna... Waar heb ik dit allemaal aan? En daarna scoorde ik weer een goal met... Met voor Mohamed Salah. Dat die vent dat ook nog weet. Ja, er is dus geen facecam. Wanneer die komt? Ik heb geen idee. Ik had er eentje met jullie klaarstaan, maar is kapot. Mensen, we zijn ongelooflijk skeer, dus abonneer even op ons kanaal. Dan verdienen wij geld, denk ik. Hopelijk wordt het een mooie. Ik heb vergeten dat het niet FIFA 24 is. Of ik bedoel, FIFA 24. Dat is heel anders. Brexit. Godverdomme. Oh, sorry, ik mag niet schelden. Dit moet een kindvriendelijke video worden. Van een kindvriendelijke kanaal. Engels be broken in the process. Ja. Karim, Medrim, Benzema. Wat een bal. Vroeg in de opbouw. Akanji? Oh. Akanji? Nee, niet rood, niet rood. Geel. Oeh. Nee, het is waarschijnlijk. Oh, ik was zo goed in deze vrije trapsysteem. Ik zie het, ja. Ja, ik weet niet wat Tony Kroos gaat doen. Die oude knaap, die gaat alles doen. Die kan alles. Waarom de fuck is jouw beeld ook zo fucking breed? Oh, sorry, ik het zo. Kindvriendelijk kanaal! Ik zei het zelf nog, maar vergeet het. Ik ben benieuwd. Wat doet die nou? Ja, we hebben dus ook nog geen editprogramma, dus dit is gewoon even leuk opgenomen. Goed. Haaland. Ja, flikker. Haaland. Hey. Kindvriendelijk kanaal. Wij zijn overduidelijk niet kindvriendelijk. We moeten in de lok gaan zetten, was kanaal van 18 plus, anders mag je niet kijken. Let op. Ja, panini pizza. Lekker pizza. Oh, wat een bal! Rodrigo! Dit kreun is. Hoppakee! Het is rood, het is rood. Ja, rood. Yep. Toch? Ja, rood, zeg maar. Hoppakee! Als ik nu om als score, die speler Akanji, die kan toch helemaal niks. Ik moet even wisselen. Wat doe je nou? Ik schoon. Nee! Hou je mond er. Ga John Stones in de spits zetten. Nou, die hebben we eigenlijk al. Je kan nog niet wisselen. Grealish, die kan toch helemaal niks. Die drinkt toch alleen maar. Ik heb een Rodri voor Stones erin. Ik ga Tchouaméni er even in zetten. Tchouaméni of Tchouaméni? Wat? Tchouaméni, ik zeg. Heb ik nou op. Doe ik Dani Carvajal, doe ik weg. Oh, nee, dat is goed. En dan doe ik
Rudiger eruit, van Mandy en alle bagatage op. Dit zijn slimme FIFA mensen. Ik hoop dat jullie ons trouwens een beetje goed kunnen horen. Want wij gaan over een paar jaar deze video's terugkijken. En dan denken we, wat zal onze stemmen kunnen? Ja. Ja, maar we zien het al graag. Zo hard als het ons goed. Dankjewel. Hele... Zo. Benzema. Benzie. Ja, hoppakee. Mijn bal, mijn bal. Ik zei niet. Haaland. Ja, Haaland die komt ook overal bij die Noorwegse kut, maar op. Oh, wie? Even kijken wat er gebeurt. Die aanval... Karrenet. Oh, af. Dat is een kaart kunnen opleveren. Ik had een koorder! Zegt de scheidsrechter. Dori. Oh ja, nee, maar dit is wel goed genomen. Dit lijkt me gewoon volkomen terecht. Er zijn mogelijkheden voor een countout. Wat is dit dan? Oei, jammer van die aanval. Ze raakt hem alsnog kwijt aan de tegenstander. Hij moet er. Benzema gaat een maatje voorbij. Nee. Benzema! Ja, fantastische redding van de Ederson. Hetzelfde geldt is deze video helemaal niet goed. Dat moeten we opnieuw doen. Nee, dat zou wel kunnen. Daar is de verdediger 1-1. Gooi fake, maar ik durf te verongeluk op cirkeltje in plaats van kruisje. Power shot zeggen ze dan. Oh mijn god. Kan hier even de truc niet aan. Belabberd. Doe je dit nou met opzet of? Nou ja, dat is toch wel een merkwaardige situatie hoor. Eerst geeft de keeper de bal zomaar weg. Dat is een bedoeling om een beetje wat meer naar achter toe te kunnen, maar dat is wel heel ver naar achter. Dat is ontsnappen. Goed van de bal gezet. Nog steeds aan de bal. Je hoort waarschijnlijk ook het geluid van onze controle tand toe hard. Wij hebben hier ook helemaal geen studiofolie ofzo. Nee, hoe heet dat? Ja, studiofolie. Nee, foam. Ja, I don't know, want dit is oprecht onze allereerste video. Leeft hij nog? Dat is er eentje die je best met geel kunt bestraffen. Nou. Die bal is leuk voor de keeper. Wat zei die? Enkels gebroken. Kan Real Madrid hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Heb ik jij ooit gehoord van de BV? Hey. Heb ik jij ooit gehoord van de BV? Die gaat wat? Die stomme pauze, dat is even slecht. Makkelijk gepakt. Nou. Tackle op eigen helft. Jongen. Je zet Haaland echt veel te makkelijk van de bal af. Leuk spel dit. Oh mijn god, wat zonde jongens nu. Oh ja, ja. Wie is daar? Is dat jouw neef? Hoe is hij dat? Omdat het die jongens en jij ook. De jongen. Kom nu naar de 16. Papa. Nee. Mis. Oh, dit is toch niet te geloven. Dit is het zelf even. 10 man op het veld. Doet hij hem toch nog? Wat van mij is het echt je eerste schot van het hele spel. De tweede schot op volgende halen. Ik vond de vorige schot echt tegen. Of gewoon paas. En... Ja, dat klopt wel. Oh, jee. Hey. Als hard ouwe. Ik moet een beetje oppassen met mijn verdedigers trouwens. Anders heb ik straks helemaal geen verdediging. Moet je ten halen in de verdediging zitten. Gewoon geel. Ja, nee. Dan zet ik dan liever Rodri in de verdediging. AK of zo. AK? Nee, toen AK. AK? In plaats van AK. Nee, het is gewoon AK. Ik hoop zo erg dat het geluid. Kut, sorry! Ja, dat kind van jullie kanaal moet even helemaal geen hele fuck meer. Beide teams hebben nu gescoord. Zo! Jongen, wat gaat hij zelf liggen? Dikke daap. Zo! Goeiemorgen! Oh mijn god, Laporte. Ik heb geweten dat je nooit heel goed bent geweest, man. Daarom is je ook naar het oude... Naar... Oh, tof. Nooit hier de bal verspelen natuurlijk. Alle spelers zijn niet heel goed bij Algela, behalve... Hij was in positie om te schieten. Nee, Talisca natuurlijk. Talisca, hoor. Je had toch een team of the season, of niet? Ja, nou hè. Het kwam omdat hij een beetje bekend was, omdat hij in de Eredivisie heeft gespeeld. Nou, heeft hij echt in de... Hij heeft bij Vitesse gespeeld. Ja, leuk.
En dan gaan we de test gespeeld. Maar vooral winnen in de divisie. Dat was ook wel waard. Waarom gaat dit? Ja, goed. Ja, John Stones in de bal. Ah, ik denk dat hij hier van mij breekt zit. Om af te pakken. Zo. Niet doen. Zo, rennen, rennen. Ga naar het midden dan. Wat is dit? Hij gaat liggen, jongen. Oké. Kyle Walker, jongen, nadenken met je grote kale hoofd. Nou, niet heel kaal. Nee, oké. Zidane had ooit haar. Vind ik ook vrij knap. Zidane had ooit ook moeilijk. De vierde official geeft aan. Nee! 1 minuut extra. Oh, ik heb nog veel geschreven. Ik heb niet. Doelkans! Zo, dat doet hij even met de jongste hoofd, Manchester. In FIFA 22 had ik dus een of andere roze kaart genomen. Volgens mij was dat Future Stars. Ja, die heeft hij voor. Nee, dat was niet Future Stars trouwens. In Santiago Bernabeu is afgetrapt voor de tweede helft. Oh ja, jij bouwde dat ik dat was. Ik ben altijd met Manchester City. Jongen. Wist je dus dat Phil Foden nummer 47 draagt om godverdomme. Onze opa, maar 47. Dus dag kan niet missen. Dat is shit. Ja, wist je trouwens al dat Asensio een Nederlands. Bro, hij duwde letterlijk de muur in. Het is echt zo'n SBS6B. Dat iedereen vertelt als ze het over Asensio hebben. Dat hij een Nederlands moeder heeft. Nou, Nederland is kort. Asensio die heeft een Nederlandse moeder. Maar dat is Rodrigo natuurlijk niet. Marco Asensio heeft gescoord. Rodrigo heeft gescoord. Nee, maar ik vond het gewoon even leuk om te vertellen. Nu we toch met weetjes bezig waren. Wist je, als ik dit nu doe bij jou? Hij gaat richting het doel van de tegenstander. Dan ligt op de grond. Valt, nou, volgens mij lag jij op de grond, hoor. Hier. Kevin de Bruyne. Zo. Oh, sorry. Die fans zijn ook half in coma nu. Volgens mij. Rennen. Niet Brexit. Hij viel goed. Nee! Die raakt me op mijn hoofd. Zou ik dit proberen? Ik heb nu 2 keer zo. Zou ik proberen? Ik kan niet. Nee, we wel. Schiet hem maar in mijn zak. Schiet hem even in mijn zak dan. Omdat het erop lijkt. Ja, wonen die in je zak? Ging helemaal de verkeerde kant op. Nou, het lijkt er niet eens op. Het is zo. Ze maken inderdaad heel weinig haast. Ze zitten om de bal weer in het spel te brengen. Ergens wel te voelen, maar ook wel heel sportief. Zo. Ja, Walker. Ongelooflijk dikke stalker. Oh fuck. Ja, en daar fluit... Oh, ik wou net zeggen, daar fluit hij niet voor. Hey, helemaal niks! Niks! Ja hoor, die krijgt weer niks. Ik had geel met te spelen. Het is ook altijd... Tristan, gelukkig. Ons kanaal heet dus TD Gaming. Dus abonneer even. Moet ik nog meer smeken om zodat ze gaan abonneren of niet? Als je dat abonneert, kom ik naar je huis toe. Persoonlijk. En Emily, ik weet dat je kijkt. Nou oké, we gaan geen Stefan de Vries dingen doen. Ik zie hem wat fuck ook hier in de hand doen. Ik zie het nu ook wat. Nee, voor de zon. Ah! Voor de zon. Schijn deze zon af te fucking winter. Voor de zon. Ik zie het. Help me goed. Hij is half op dat ding. Ja, nee, maar er schijnt zon door het raam. Waar de fuck zijn we over aan het praten? We zijn FIFA aan het doen. Ja, oké. En gaan we praten over de zon. Dus ik ben... Ja, dat was ik door aan het een beetje. Ik heb wel een beetje weer zin in de zomer. Nee. Flikker op met je. Bingo. Tony Kroos, die heeft 0 keer gescoord. Wat bedoel je met de bingo? Many bingo. Dat was een clipje van Sluipschutters. Dat is wel leuk op zich. Mattie, shout out naar fuck sakes. Nee, oké, we gaan stoppen. Wat een verbijsterende reflex. Gundogan. Waarom moet die Ederson overal een corner van maken? Ik wil niet stoer doen, hoor, maar die had ik makkelijk claim gepakt. Oh. Flash, buddy. Oh, gaan.
gaan zakken hier noten schieten zo. Hij schiet de bal en het knappe. Nou, oké, die had op zich niet punt kunnen pakken. Maar... Ik word drie keer voor verder. Zo, doe je zo. Waar ben ik op, hè? What the fuck? Wat voor kut shit, man. Hoor dat commentaar ook. Ja, die speler die staat natuurlijk buiten spel. Oh, wat spel? Ik dacht al, wat fuck. Nee. Oh, mijn dikke teen. Shoutout, shoutout naar de dikke teen van Jur. Shoutout naar iedereen die nu abonneert. Ik krijg gewoon 300 abonnees. Baba. Oh. Shoutout naar Koen. Koen, weet je te kijken, je bent vaste klant. Vaste klant. Maar ik kom je nou een keer echt bij mij thuis, maar je zegt dat je naar mijn huis komt met je moeder, maar dat kom je nooit. Je moeder single. By the way mensen, wij zijn 10 en... Nee, we zijn geen 10. We zijn 12. We zijn nog geen 10, zegt hij ook. Nee! We zijn nog geen 10. Nee, ik ben 12, ik ben Jure en ik ben 13, ik ben Tristan en ik ben depressief. Ja, klopt. Kijk, ik hou van meisjes met dikke tieten. Stop dan! Straks krijgen we copyright en dan verdienen we helemaal niks in deze. Ja. En denk je zin dat wij gaan wat verdienen? Nee, maar nee. Maar dan moeten we eerst advertenties in onze YouTube-video's doen. Wij worden gesponsord door de kartondoos. Kartondoos. Koop het. Door de voedselbank. Houdbare pasta, zilvervliesrijst of meer graan. Wij worden gesponsord door de voedselbank. Want wij worden gesponsord door wij zijn te skeer om zelf eten te kopen. Oh, fuck. Dus abonneer! Daba! En ik heb ze juist. Stil. Oh nee. Stop. En ik heb ze juist best wel een hele grote kans verprut. Maar ja, goed, dat doe ik altijd al in mijn leven. Oh, lekker baby. Ja, dus balverlies. Maar we gaan vanaf punten. Woehoe! We gaan best stoppen. Oké, die skill move is niet heel moeilijk om te doen. Je moet gewoon R2 of nee. Ik heb gewoon L2. En dan en dan moet je fake shield doen en dan doe je zo en dan zo en dan doe je fucking hell. Ja, oké, ik zou skippen. En dit keer was niet Johnson. Ja, diep in je slotfase. Diep in je oceaan. Dat zou je moeilijk kunnen zeggen, maar dat mag niet. Nee. Ik heb het zojuist toch gezegd. Ik ben erg crimineel bezig. Nee. Je weet gewoon dat je gaat verliezen anders. Wacht even. Oh ja, Jons. Nee, wacht even. Stop. Ja. Dit is niet heel slim wat ik nu doe. Wat dan? Fuck. Dat was hands trouwens. Ja, je hebt hands niet enabled. Doe nou niet. Je hebt hands niet geenabled. Let op. Toch? Bro. Dit was gewoon Messi tijdens WK tegen Nederland. Dat is niet zo leuk. Hey, Sint-Winnie gaat het nog steeds door. Ja, dat is steeds je moeder klein is. Dat is dus al 40 jaar. Zo, dat is wel kut, ik heb zojuist geleerd hoe oud mijn moeder is. Verliezen, dat is nu moet jij ook wat lief. Tristan woont dus in... Ja, nee, dat ga ik echt niet zeggen. Ja. Nee! Ik ga geen topskiemen moet doen. Oh, skip. No race hem. Jongen, ik ga zo hard de grillen no doen als jij alsnog verliest. No, say no to racism. Echt, dat doe ik dus doen, ja. Zo, wat een breakje. Je weet wat ik nu bal uit heb daar, hè? Dat ik nu weer zo ga doen. Ik kan zo doen. Zo. Ik wil op. Nee. Hou je bek! Luka Modric! Wat? Zat hij erin? Ja, blijkbaar. Nee, denk ik niet. Wacht even. Poolentechnologie. Ja, verdomme. Nu ga ik hem terugkijken. Nee. Ik vind eigenlijk dat jij een eigen goal moet scoren. Was dat een goal? Kijk, die Edison ook helemaal wegvliegen daar.
Ja, dit is wel vrij over de lijn, ja. Maar ga verder, ga verder, ga verder. Ik wil nee, nee, zien. Nee. Nee. Dit is toch duidelijk over de lijn, nou? Nee. Nee, het is nee. Niet over de lijn. Ga even doelpunt maken, snel, 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 snel. Pas hem gelijk naar mij, pas hem gelijk naar mij. En dan is het weer gespeeld, dit duel. Het is wel dat hey, John Stones heeft wel de winnende gescoord, want het is eigen doelpunt van John Stones. Ja, John Stones heeft wel de winnende. Hij heeft gescoord in principe. Nou, mensen, dit was de video. Hopelijk vonden jullie hem leuk of zo. Anders niet, dat boeit me vrij weinig eigenlijk. Abonneer wel even. Oké, volgens mij, hoe vaak hebben we nu gezegd dat we even moeten abonneren? Abonneer even. Joejoe.